heten Para Dos Conale uit Maden. En we zijn begonnen met Amber. Dat was onze eerste lid. Amber was eigenlijk het beeld om een vereniging te starten voor mensen met een beperking. Ronald is er later bijgekomen en Sanne ook. Sanne is een zorgzaam type, is natuurlijk de enige in het team die loopt. Wat zij dan heel prettig vindt, is om de anderen ook erin te betrekken. Maar daardoor wordt ze zelf ook heel erg betrokken in hetgeen wat ze moet doen. Ze kunnen alles, want ik werk naar eigen niveau. En mij gaat het om dat ze gewoon heel veel plezier hebben. En dat is het allerbelangrijkste. Ze moeten niks, ze mogen alles. En ze mogen alle zorgen vergeten wat hier buiten de deur allemaal is. Laten we zien hoe hard je ermee kan schudden, Ronald. Lukt dat? Uiteindelijk weet ze helemaal niet waarvoor dat ze gewonnen hebben. Maar gewoon wel het feit dat ze een wedstrijd meedoen en winnen. Dat maakt ze zo blij. En uiteindelijk maakt het dan helemaal niet uit wat voor wedstrijd dat is. Het is ongelooflijk stond echt van te kijken. Dit hadden we echt niet verwacht. Maar het is wel een heel mooi eerbetoon aan Amber. Ik hoop dat we leden bij krijgen en dat ze uiteindelijk het goed plezier mogen blijven hebben. Dat is het allerbelangrijkste.